In de rubriek De Toekomst van Oranje ging Voetbal International op bezoek bij de Vaderlandse Hoop. De sterren van de toekomst stelden zich voor en vertelden hun dromen. Eerder spraken wij onder andere met Bobby Adekanje, Brian Brobby en Ludovic Reis. Adekanje en Reis hebben inmiddels een nieuwe werkgever. Reis staat onder contract bij Barcelona, terwijl Adekanje na Ajax, Barcelona, PSV en Liverpool eindelijk bij Lazio probeert definitief door te breken. Adekanje is echt een buitenspeler, een beetje à la Robben. Dus aan de rechterkant naar binnen komen met zijn linkervoet. En Lazio speelt zonder buitenspelers, dus op het eerste gezicht is dat geen perfect huwelijk. Ze spelen met twee spitsen, maar goed, dat kan hij eventueel ook. Heeft hij bij Liverpool ook wel gedaan in de jeugd. Nu moet hij eigenlijk een beetje langs Immobile spelen. Dus Immobile dan als aanspelpunt en Bobby eromheen. Hij is wel heel snel. Lazio speelt regelmatig ook wel een beetje op de counter, dus daar zou hij op zich wel bij passen. Het is wel een speler die nog nooit een minuut in het eerst heeft gemaakt en een rits clubs achter zijn naam heeft staan. Noem ze eens op. Ajax, Barcelona, PSV, Liverpool. Ja. Op zich een aardige carrière waar de meeste spelers alleen maar van dromen. Ja. Enige nadeel is dat hij alleen in de jeugd heeft gespeeld. Ja. Dus ja, het is een beetje gekker hoe het allemaal met hem gelopen is. Bij Liverpool werden hem heel veel gouden bergen beloofd. Maar ja, je komt natuurlijk gewoon niet tussen Salah, Mané, Firmino. Ja. Prettige wedstrijd. Ja. En op een gegeven moment heeft hij daar ook eieren voor zijn geld gekozen. Toen kon hij naar een heleboel clubs, ook in Spanje. Hij wilde zelf misschien ook naar de Eredivisie. Maar Lazio wilde hem heel graag hebben. Daar is hij heel groots binnengehaald ook. Het is voor hem nu gewoon hopen dat hij eindelijk zijn debuut kan maken op het hoogste niveau. Want jij kent hem, je hebt hem bij De Toekomst van Oranje gezien. De serie die wij hebben gemaakt over de toptalenten van Nederland. Wat voor indruk maakte hij op jou? Is het echt een goede speler? Ja, het is sowieso een ontzettend leuke gozer. Een heel vrolijke jongen. Ja, hij is heel snel, heel explosief. Hij kijkt zelf heel veel naar Mané ook bij Liverpool. Daar kun je misschien het beste mee vergelijken. Hij is echt in één keer weg. Dat is echt een wapen voor hem. Dus ik denk ook dat hij goed zou passen bij een club die een beetje vanuit de tegenaanval speelt. Waar hij aan zou moeten werken is zijn rechterbeen. En ja, echt in de kleine ruimte de bal bij zich houden. En als hij dat kan aanleren, dan is het best een vrij complete buitenspeler. Dus kans van slagen heeft hij nog wel genoeg, ondanks dat hij al vier clubs achter zijn naam heeft staan. Ja, hij zit er zelf ook wel heel erg tegen aan te tikken. Hij wil nou gewoon een keer zijn naam gaan maken op het hoogste niveau. En nou, ik geef hem die kans op zich best wel. Misschien als er een keer een blessure is bij Lazio, dat hij dan wat minuten mag maken in de Serie A. En dan kan het natuurlijk snel gaan. Dan gaan we naar de volgende, die een rol heeft gespeeld in De Toekomst van Oranje, Ludovic Reis. Waar een hoop gefronste wenkbrauwen toen hij ineens tekende voor Barcelona van FC Groningen. Bij jou ook, of niet? Ja, oh, een beetje wel, ja. Ja, als je niet eens het hele jaar in de baas staat bij Groningen, dan ben je niet meteen in beeld als een nieuwe Busquets. Maar goed, voor hem was het ook wel een verrassing hoor. Ze kwamen ineens langs naar Groningen. Baquero kwam langs, ze hebben echt uitgebreid gesprekken gevoerd. Het was niet zomaar dat ze één keer hebben bekeken en denken, nou ja, we wagen een gokje. Maar het is natuurlijk wel een gok, want ja, hij is net 19 geworden. Reis is eigenlijk niet eens echt een typische Barcelona-speler. Het is echt een bal afpakken, iemand die heel goed druk kan zetten. Hij kijkt zelf veel naar Kanté. Dus ik verwacht ook niet dat hij dit seizoen al meteen minuten gaat maken, het eerste van Barcelona. Nee, hij gaat bij Barcelona B spelen, maar hoe hoog is dat niveau? Want die zijn volgens mij gedegradeerd vorig seizoen. Ja, derde niveau in Spanje. Ja. Dus dat is geen torenhoog niveau. Maar wat voor hem nu gewoon heel belangrijk is, is om die speelstijl van Barcelona wat aan te leren. Maar dat kan natuurlijk wel heel goed bij Barcelona B. En hij mag in de voorbereiding wel meedoen bij het eerste. Dus dan speel je wel. Je traint met Messi, Busquets. Nou ja, daar leer je ook heel erg veel van. Ja. Misschien een paar oefenpotjes. Dat zou al volgens mij een enorme winst voor hem zijn. Ja, dat is wel een reden om het te doen, zou ik bijna zeggen. Ja. Oké, denk je dat hij daar een kans van slagen in heeft? Want ja, wij waren een beetje verbaasd eigenlijk. Ja, ik hoop dat hij een beetje geduldig is en dat hij dit seizoen ervan uitgaat dat hij gewoon nog niet zo heel veel minuten gaat maken. Hij is 19. Barcelona heeft een heel ervaren selectie, ja, daar kom je gewoon niet zomaar tussen. Bovendien hebben ze 34 middenvelders van wereldklasse daar lopen. Frenkie natuurlijk net gehaald, maar ook Busquets, Vidal, Sergio Roberto kan spelen, Rakitic. Ze hebben nog jongens uit de jeugd, Ricky Puig, Carles Alenya. Ja, daar kom je niet zomaar tussen, dus ik denk dat hij heel geduldig moet zijn. Misschien verhuurd worden in Spanje, dat hij een beetje kan wennen aan dat spel en dan toch zijn minuten uiteindelijk kan gaan maken, maar het zal nog wel even duren, denk ik. Dat denk ik ook. We gaan naar een andere, de derde optie. Brian Brobby, Brobbiest wordt hij veel genoemd. Een enorme kerel van de jeugd van Ajax. Erg jong, 17 uit mijn hoofd. Ja. Ook gesproken tijdens De Toekomst van Oranje, hele leuke gozer. Ja. Gaat hij eindelijk zijn debuut maken, denk je, bij Ajax 1? Of is het nog te vroeg? Ja, hij wil zelf heel graag in 2019 debuteren. En nou, dat kan best een keer in een bekerpotje, zeker aan het begin natuurlijk.
Maar hij heeft wel 5 spitsen voor zich, geloof ik. Tadić lijkt me die nieuwe spits van Ajax. En dan heb je Dolberg. Tadić ligt tot 2050 vast, geloof ik, bij Ajax. Huntelaar zit er natuurlijk nog. Traoré heb je ook. Traoré. Nou ja, ik denk dat hij zelf ook niet vanuit gaat dat hij in de basis komt dit seizoen. Maar wat minutenmakers zijn mooi voor hem zijn. En voor de rest bij Jong Ajax in de keukenkampioendivisie gewoon lekker veel spelen. Het is wel een beest van de spits, hè? Wat is jouw indruk van hem? Ja, het is ongelooflijk, want hij zegt zelf, het is aangeboren. Hij is 8 jaar jonger dan ik en wij gingen hem interviewen. Nou, ik pas er volgens mij 8 keer in ook, dus dat is vrij bijzonder. Hij zegt, ik heb nog nooit in een krachtpunt gezeten eigenlijk. Het is gewoon puur, ik ben zo geboren. Ongelooflijk sterk, maar ook snel. Hij kan heel makkelijk de diepte in worden gestuurd, een beetje à la Lukaku. En dan, ja, hij loopt nu iedereen voorbij als een bulldozer daar bij de jeugd. Dat zal natuurlijk bij het eerste elftal wel anders zijn. Dus daar ligt voor hem ook nog wel een belangrijk verbeterpunt. Dat hij ook bij het Ajax-spel, dus echt in de kleine ruimte, zijn aanname moet hij echt aan werken. Dat hij op die manier, kijk, als spits van Ajax wordt echt heel veel van je gevraagd. Ik geloof de laatste spits van Ajax die het eerst heeft gehaald vanuit de jeugdopleiding was Babel. En daarvoor Kluivert. Ja. Dus ja, dat is vrij bizar. Ja, ik hoop voor hem dat hij ooit zeg maar, zo compleet wordt dat hij echt de kans gaat krijgen. Maar de potentie die heeft hij in jouw ogen? Ik denk het wel. Ik denk dat hij, ja, hij is heel goed in de kaats. Sterk en snel. Ja, hij heeft heel veel kwaliteiten die een spits nodig heeft. Alleen zijn techniek zal echt beter moeten.